Thomas, opgelucht dat het boek nu uitgebracht is en gepresenteerd? Nou, op een dag als vandaag opgelucht zijn is moeilijk, maar ik ben blij dat het proces achter de rug is. Is het volledig de waarheid wat erin staat? Ja, absoluut. Ik denk niet dat ik in de positie ben om een boek te schrijven waar waar onwaarheden in zitten. We zaten gisteren De Wereld Draait Door te kijken en daarin werd een anekdote met Laurens de Dam op de kamer bij de Amsterdam Gold Race. Dan wordt er gezegd, iedereen van die Rabobankploeg gebruikt doping. En toen zei jij heel snel erbij van, ja, maar hij niet. Dat maakt dan toch een zweem van ongeloofwaardigheid of? Ik denk als jij Laurens kent en Laurens volgt en zeker de mensen in de wielersport is het wel duidelijk dat Laurens altijd een tegenstander is geweest van doping. En dat hij zich daar nooit mee zou inlaten en zo ken ik hem ook. Er zijn wat belastende passages voor andere renners, ex-renners, oud-collega's. Hebben zij geprobeerd in het proces daarvoor om passages uit het boek te houden? Nee. We hebben ze de kans gegeven om erover te lezen. En ze hebben natuurlijk het boek niet van tevoren kunnen lezen. Want ja, zo werkt het niet. Maar zeker Bogert en Aregraaf zijn met de passages geconfronteerd. En Michael wilde in eerste instantie niet reageren. En Jacques ook niet. Hebben ze dat inmiddels al gedaan bij jou? Nee, bij mij niet. Nee. Verbaast je dat? Nou, ik zie wel in de pers dat er gereageerd wordt, maar ja. Wij zijn niet in het zo dat we het contact nog met elkaar hebben om daarover te praten. Een groot mysterie opgelost onder wielrenners, Luigi. Er werd lang gezegd dat Cancellara zou zijn. Ja. Nu heb jij gezegd... Dat heb ik al jaren geleden gezegd, dat Classicomano Luigi, dat ik dat was. En dat wisten we denk ik al vele jaren. Verbaast het je dan dat daar toch nu dan als opluchting op wordt gereageerd? Ja, het is natuurlijk net welke. Als je het goed had gelezen, had je het al geweten. Classico Mano Luigi, de wedstrijden die hij reed, die reed Cancellara niet. Dus ja, als je goed had gezocht, had je het geweten. En nu? Is dit ook een doel om als doel terug te keren misschien in de wielersport? Is dat nog ambities van jou? Nee, heb ik absoluut op dit moment geen behoefte aan. Ik zeg nooit nooit, maar ik vind wielrennen nog steeds de mooiste sport die er is. En ik volg het vanaf de zijlijn en dat vind ik prima. Het is niet dat je met dit boek een streep eronder probeert te zetten om daarna verder te gaan? Nee, ik denk als ik misschien ploegleider had willen worden, had ik dat al kunnen zijn. En dat is niet de ambitie tot nu toe. Wat ga je wel doen de komende weken, maanden, jaren? Ik ga even uitslapen. De komende weken.